Ik ga vandaag iets nieuws ervaren, want ik ga de GWW in, oftewel grond, weg en waterbouw. Dat ga ik doen bij D. van der Steen in Utrecht. Ik ga vandaag op pad met Gaby. Die gaat mij het vak leren, of in ieder geval laten zien voor vandaag. Daarvoor moest ik wel vroeg uit mijn bed, want het is nu 4:15. Dat is wel even wennen, maakt niet uit. Wij gaan nu in ieder geval in de auto zitten en met het hele team op pad. In Julianadorp. Hier gaat het gebeuren. Hesje aan en ik ga nu kijken wat de jongens allemaal gaan doen. Zo, ik voel me wel een stuk wakkerder inmiddels.
gewoon netjes schoonmaken, zodat je ook geen spullen onderweg kan verliezen. Oké. Okay. Dus blijft er wel eens wat liggen op je balken. Deze had je dus om je parkeerrem? Om mijn hendel heen. Ja. Dat ik hem wel eens had vergeet. Dat je die schoonmaakbak heb schoonmaakbak in de bak heb zitten, anders gaan we ze meteen laaien en dan heb je alles, zit alles onder. Ja. Ik heb het gelukkig nog niet meegemaakt, maar... Oké, okay, nu gaan we afkoppelen. Ja, dieplader eraf. Dieplader gaat eraf. Die blijft ook hier staan? Die blijft hier staan en dan gaan wij richting de centrale. Mooi. We zijn bij de centrale. En er zijn nog een aantal wachtende voor ons. We gaan even een toiletje opzoeken en dan wachten tot we geladen kunnen worden. Toch? Jazeker. Geduld, geduld, geduld. Oh. Het is ook een beetje zo'n zure lucht of zo. Oh man. Maar goed. Gewoon voor uitschakelen. Allemaal roze geur en maneskijn. Nee, dat roze geur helemaal niet hier, nee. Plan de campagne? Ik ga nu de bakken spuiten. Dus tegen het plakken van het asfalt tegen de bak aan. We gaan even afwachten tot we kunnen gaan laden. Ik hoop een half uurtje dat ik het hier dan wel aan de beurt zijn. Ja. Het is even niet anders. Maar hoe weet je nou of je dan zo meteen naar de andere locatie moet rijden? Dan wordt gebeld door de uitvoerder, door Menno. Okay. Die gaat dan bellen van, maar ik bel hem zo meteen wel even op dat ik geladen heb voor de volgende locatie wat hij wil. Of dat ik al naar de eerste locatie kom om spullen te halen of dat ik dan gelijk doorga naar de tweede locatie. Ja. Maar dat bepaalt hij eigenlijk, dus maar dan bellen we even van tevoren. Mm-hmm. Dan weet hij ook een beetje van wat er nu uit is aan asfalt, zeg maar. Maar kan het dan zijn dat we straks, als we asfalt geladen hebben, dat je dan de dieplader eerst nog op moet halen? Zou kunnen. Ja. Dat is niet zo gek ver, dus dat is wel te doen. Dus 4 of 5 kilometer. In principe rijdt er liever niet mee vol. Nee, maar soms is het wel eens niet anders. Ja. Oké. Ja? Yes. Top. Inspuiten. Ja, top. Gaan we doen. Is het nodig voor het asfalt? Om schone bakken te doen, ik ben gewoon super voor het asfalt. En voor het uitglijden van het asfalt, dat ik dan plakken. Dan spuit ik ook weer met olie. Oké. Dat het allemaal een beetje schoon blijven. Dat een beetje schoon, dat doe ik makkelijker uit de bak. Ik ga spuiten. Allemaal handwerk, hè, dit dan? Ja, ambacht dit. Oh, hè. Maar je ziet, het is gewoon een heel dun laagje. Het is gewoon puur dat het niet blijft plakken. Dat al voldoende is voor dat brute asfalt. Oh, hè. Het stuk waar we vanmorgen als eerste waren, dat is al klaar. Daar zijn we nu weer om de dieplader en de machines op te halen. Dan rijden we door naar de volgende locatie waar geasfalteerd moet worden. Blijven zitten, ideaal. Ja, top, hè? Ja. Je bent makkelijk gemaakt. En dan doen we dat met collega's, weet je wel. En dat je gewoon een leuk clubje bent. En wat voor de maal ook bent. Dat is belangrijk. Ga mee? Ja. Oh, dit hoort erbij, hè? Ja, ik zie het. Ik kan het toch doen? We zijn intussen in Den Helder op de tweede locatie en het is even de vraag waar wij het spulletje kunnen parkeren.
om de machines eraf te laden en uiteindelijk ook om het asfalt te lossen. Het asfalt is met 180 graden erin gekomen en nu zijn we al ruim een half uur onderweg, dus het zal ongeveer afgekoeld zijn naar 140 graden. En ik heb me laten vertellen dat het onder de 40 graden niet meer bruikbaar is. Dus dat je dan echt moet lossen en iets nieuws moet gaan halen. Maar zover laten we het niet komen. En nu? En nu even diep buiten wegzetten, schoonmaakje eruit gooien. En dan denk ik, we worden er leeg geschept of niet? Weet je niet. Gewoon de voorstand. Ik denk gewoon keeper, denk ik. Ik geef haar aan, ik heb een beetje zelf ook willen inschatten hoe ver de machine naar voren rolt. Mm-hmm. Dus te meer ik naar voren toe rijd, zeg maar, dan kan je niet in de weg staan. Bij mij gaan we nog een rondje doen. Bij mij leeg, wij blijven hier. Ja. Dan nog een vraagje aan, ik ga overleg wel zo. Dat zijn blijkbaar bakken, oftewel stukjes asfalt die eruit gefreesd zijn en die worden nu opgevuld en uiteindelijk komt er nog een toplaag over. Het is even de vraag wat wij uiteindelijk gaan doen, want zo het er nu naar uit zag of ziet, zit het er voor ons alweer op. Dus Gaby gaat even kijken of we nog een vrachtje kunnen doen of anders iets anders nog kunnen oppakken voor vandaag, want het is wel een heel kort dagje. Doe maar even één keertje opkiepen. Ja, dat is het. Waar doe je dat nou mee? Welk? Kiepen? Kiepen in ons, hier in Nederland. Oké. Nu brandt ook dat ene lampje daar. Ja, ja, dat zeg je alles wat je doet, zeg maar. Kiepen omhoog, stempelpoten eruit, alles haken open. Alles geeft hij aan, zeg maar. Het is een soort controlemiddel. Want als je ergens gaat laden of weet ik veel wat, dan dat, als het niet gelijk uit je bak loopt aan de achterkant, dan staat te laden. En hoe kan het nou dat we niet achterover kieperen? Wat bedoel ik? Met, omdat we achterover gaan, ja. We zijn niet zo zwaar beladen. Okay. De meeste staan uit. Ja. En je moet natuurlijk wel weten wat je doet. Met een volle auto hoeven we dat niet te doen, want dan gaat die breekt die af boven en dan van joh, dat moet niet willen. Lien is uitgevallen. En ze zegt, nou, ik kan niet beter om rond draaien, want het is daar gelijk goed voor de diepladen. Ik zeg, akkoord. Zo makkelijk. Ja, ja, ik heb goed daar voor je, ze zijn er elke dag mee gaan. Ja, ik zal het zo even voorstellen. Ik weet niet of ze het wil hoor, anders kan je zo goed tegen die asfalt liggen. Ja. Dus nu zet je hem voor die schoonmaakbak, ja. En dan... Dan mag het even gewoon overeind. Ja. Dan maakt het meeste even schoon, dus het meeste aan zo ver als kan. Hoe warm is dit nou, die bak, denk je? Want het is er natuurlijk met, nou, waren nu iets langer onderweg, 120 graden of zo uitgegaan? Denk ik, ja. Nou, heb ik het eindelijk voor me kouden. Het gaat eindelijk voor mij aan de gang. Goed bezig. Ik weet niet hoe netjes het komt. Kei netjes. Kei netjes? Ja. Kom de koetsdoeken er maar bij. En denk je, is het wat voor jou, het asfalteren? Of zeg je van nou, ik sla een week over? Ik heb eerlijk gezegd niet echt het idee dat ik een hele goede indruk erover heb. We hebben er niet veel gedaan nog. Nee. Dus wat dat betreft zou ik zeggen. Ja, het is al wat. Oh. Laat 7 keer per dag zo. Ja, dan snap ik wel dat je niet meer naar de sportschool hoeft. Nee. Ik vind dat ze goed gedaan hebben. Dank je. Graag gedaan. Maar ik ga nog een vraagje halen. Je komt op je bestemming aan om 11:30. En door. Nou, daar zit je dan. Ja. Doe maar vertellen. Asfaltboeren. Ja. Asfaltkouwe curl. Een dikke Scania. Ik dacht het. GT10. Stoute bal. Het valt ik gewoon mee hoor. Oké. Niks gewend joh. Wat bevalt er nou zo'n dagje zo? Ja, relaxed. Toch? Ja, ik doe niet zoveel. Nee. Nou. Ja, nu.
zo meteen ja, voor de machine. Dat had ik nog niet verteld, toch? Dat heb je niet verteld? Nee, hè? Nee. Maar het kan wel hoor, je hoeft niet. Als je niet wil, hoeft het niet. Ja, ik wil het wel, maar ik vind het wel spannend vanuit dat ik natuurlijk nog te weinig instructie heb. Dat kan weinig gebeuren hoor. Ja, maar ja, als er wat gebeurt. Ik blijf er gewoon bij. In de Achterhoek zouden we zeggen, vaker ben je te bang, hè? Is ook zo. Dat is ook zo. Ik vind het wel grappig dat iedereen zo onwijs relaxed is en vriendelijk en gewoon rustig. Ja. Maar het komt dat ze iedereen zich nu gedraagt, maar... Nee, het is eigenlijk altijd al zo. Het is echt opvallend netjes. Ja, maar dat is echt wel zo. Meestal is het dan wel zo. Altijd, we zijn wel rustig. Op z'n tijd een geintje tussendoor. We gaan nu weer laden, we gaan naar Schagen, AZ, of AC Schagen, Asfaltcentrale Schagen. Mijn favoriete plek. De favoriete plek, waar je groen vandaan komt, jij. Ja. En dan net alles binnen weet houden. Ja, so far so pretty good. Ja. Maar je vermaakt je eigenlijk nog wel een beetje. Prima. Okay. Nou ben ik volgens mij jouw rol aan het overnemen, hè? Ja. Dat is heel goed, zet de rol eens een keer omgedraaid. Oh ja. Ik heb ook eens ervaren hoe dat is. Ja. Ondervraagd te worden. Ja. Nou, je rijdt in ieder geval goed. Actiefilmpje dan, hè? Ja. Doe maar lachen. Ja. Ja. Kijk uit met het draaipunt, dat is vet. Dat je gelijk niet helemaal onder het vet zit zo. Ja, en zit aan de binnenkant van de bak. Zitten treetjes. Gewoon daar opstaan. Op de bak, aan de zijkant van de bak. Ja, en dan pootje over. En dan ga je met je linkerbeen ga je naar beneden toe. Nou, het treed. Ik houd het met je kleding hoor. Ik ben helemaal vet zo. Nou, hey. Oh niet. Goed bezig. Ik denk om je ogen. Ja. Zo wordt er iets groter vanuit de inzicht. Gaat het goed zo? Ja, prima. Ja, zeker. Dan ga je wel een beetje raar, dan is goed, een beetje nevel eroverheen is zat. Het valt erom dat hij niet hecht aan de wand, en dat valt wel. De bodem even een beetje en dan is het helemaal klaar. Dat is helemaal goed. Gaat-ie? Ik vind het wel een beetje hoe dan? Met één been erop gestaan. Ja, en dan draai je de andere kant, zet je erbij en draai je zo om. Ja, zo ja. Keurig. Yeah. Super, niks mis mee. We zijn er weer, gaan even het laatste vrachtje voor vandaag ophalen. En dan weer terug naar het fietspad waar we net waren. Eerst koffie. Zo is het. En plassen. Even een stukje naar voren toe eerst. Ja, ja. Gaan we eens de kleppen van die doen. De luiken. Nou, ik ben trots op je. Ja. Ik ook. Woehoe. Maar we zijn er. Dankjewel vrienden! Dag! Dag Michael, dag! Nou, dat was het dan weer voor vandaag. Even lossen nog, helemaal klaar. Dan zitten we erop. Nog hier in de banden naar de zorg. PTO erop? PTO wil ik wel pakken.
Wat? Die moet je vrij zetten. Oh ja, vrij en handrem. PTO erop. Ja, die kunnen we hier nog pakken, hier. Ja, kijk eruit. Oh nee, kijk in de plek. Even deze vrij zetten als je wil. Heb ik. Is dat erin vrij? Nou, ja. Gaan we deze aanzetten. Ja. Nou, de luipjes even open, dat is deze. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan gooi je die los. Dat is de keeper. Hou je voet op de rem. Oké. Okay. Dan gaat het luikje achter dat open. Ik kan zo in die camera kan je zien wat er gebeurt. Nou, dan gooi je hem achterover. Ik kan een klein beetje gas geven als je het wil. Met die hak, naar achteren toe. Dan gooi je hem... Helemaal? Ja. Of heel voorzichtig? Om even omhoog te trekken. Klein stukje voor. Er zit een dingetje op. Dan trek je hem een stukje naar achteren. Maar je moet hem wel vasthouden. Kan mijn voet op de remmen? Ja, je kan ook een beetje gas bijgeven. En dan kan ik niet mijn voet op de rem houden. Nou, laat zo lopen. Hoe doe jij dat dan? Kijk, dat komt je wel aan. Met mijn ene voet naar links zou ik hem remmen, mijn rechts geef ik vast. Hou ik hem, blijf ik hem omhoog houden? Ja hoor. Hoezo? Ja. Ik doe wel even de hand om de af. Ik heb hem zo meteen voor. Dank je. Moet ik hem in de drive zetten? Nee hoor, dan mag ik lopen. Een klein bulbje hebben liggen, dan zit je een klein stukje ruimte om de limitatie te voeren toe. Oh, ja, als hier je rijdt, zien. Ja. Heppa. Ja. Blijf zo staan, dan gaan we weer op schoonmaken. Ja. Als je vrij zit, een andere op. Ik ga deze op schoonmaken en dan... Die PTO moet erop blijven, alles blijft verder zoals het is. Ja, de kluikjes ga ik zo maar even dicht doen. Tenminste, ik blijf. Laatste stukje. 1,5 kilometer. Voor je het? Best. Nee, goed. Was het wat je ervan verwacht had voor vandaag? Nee. Heb je wel wat anders? Ja. Oké. Okay. En ben je het kwijt? In één keer, ik word echt in het zweet werken, joh. Nee, doe maar even dan. Volgens mij hebben we meer gewacht en gereden dan echt gewerkt of zo. Ja, ik weet niet. Ja, jij hebt natuurlijk veel gedaan. Ik heb bijna niks gedaan. Ik ben echt kei druk geweest. Maar goed, het is gewoon om jou te ontlasten. Ja, dat wordt gewaardeerd. Oké, viel mij toch vanaf. Het is online stilstand bij ons. Ja. Ik ben wel een half uurtje ongeveer. Hou je dat nog vol? Een half uurtje? Ja, we gaan nog even door. Okay. Even niet op, hè? Nee. Dat is geen optie. Geen optie. Maar ik vind het ook knap hoor, hoe jullie dat doen en vooral ook gewoon hoe dat in het team werkt en hoe jullie met elkaar omgaan. Ja, dus je merkt wel dat het ontzettend belangrijk is in dit werk. Ja, maar dat is het ook niet. Je hebt elkaar echt nodig. Ja. En zeker omdat je zoveel met elkaar op pad bent en ook alles echt samen doet. En wat wel een eye-opener is dat het gaat echt om de wegenbouw in dit geval. En het rijden doe je erbij. Ja. Het is niet zo dat je vrachtwagenchauffeur bent en dan ter plekke nog iets moet werken of zo. Het is een andere benadering. Maar je moet het met z'n allen doen. In de andere keet, oud asfalt, oud voeding, zei tegen ons, staat er in de keet. Samen kun je niks kun je alleen, samen kun je alles. Ja. Ongeveer zoiets in die tekst. Zo is het wel. Vooral met dit week. Nou, daar ga je, door de poort. Ja, waar ik vanmorgen nog stil voor stond. Lijkt echt lang geleden, man. Het is een goede dag is het weer geleden, ja. Een goede dag. Mag ik mijn vier rechts neerzetten als je bij de pomp gewoon even tanken? Waar is de pomp? Daar? Waar heb je hem links, rechts? Aan de rechterkant zit, aan een halve okay. Regen ongeveer. Nou, we zijn nou even weggerend. Dank je. Dan ga ik van de voet, dan gaan we achter toe, dat is goed. Zal ik hem even uitzetten nu? Ja? Gaan we even tanken? Of wil je het tankje verfilmen? Zeker. Echt? Hoort erbij. Ga je hem aftanken? Tuurlijk. Ja. Afsluitende woorden. Het waren twee fantastische dagen. Dat was maar één. Dat was maar één. Dat ging goed toch? Ik hoop dat je een beetje goede indruk gekregen hebt van wat wij doen en wie van de steen is. En, je hebt niet zo heel veel kunnen doen vandaag, maar nee. Het werk, soms heb je dat wel eens met het werk natuurlijk. Ja, de ene dag is wat druk is de andere dag. Vandaag is het niet zo'n wilde dag. Maar ik kom nog eens terug, zou ik zeggen. Ja, dat moet dan helaas, hè? Helemaal goed. Dankjewel. Jo, is goed. Jij bedankt.